En als je dan zin in de menukaart leest en je leest ik heb zin in kroketten, gaan de neuronen in je hoofd aan van oh, daar heb ik zin in. Die neuronen heb ik dan weer geprint op een tafeltje. Dus dat is natuurlijk heel erg dat het niet voor mij heel erg gaat over dat dingen veel dichterbij zijn als we verder durven naar binnen te kijken. Open je een nieuwe horecazaak, dan zorg je voor een goede keuken, leuk personeel en een mooi interieur. En daarvoor worden normaal gesproken gespecialiseerde designbureaus ingehuurd. Maar hier bij Capital Kitchen deden Willem Seithof en Cor van Zadelhof dat helemaal anders. Want hier vroegen ze kunstenaars zoals Erik Kessels, Joep van Lieshout, Maarten Baas en Maarten Spruit om het design te doen. En dat levert met het thema de innerlijke mens interessante plaatjes op. Capital Kitchen springt eigenlijk in op meerdere pilaren, zullen we maar zeggen. Het eerste daarbij is eigenlijk de inrichting van de zaak waar we in staan. Het is ingericht door Maarten Spruit. En hier is eigenlijk vanuit gegaan vanuit de innerlijke mens. Maar ook bijvoorbeeld met de tafels wat we hier zien, waar we doorsneden hebben van de cellen van het menselijk lichaam. Het zou zomaar kunnen zijn dat je aan het hart zit, of dat je aan de hersenen zit, of aan de lever, of aan wat intiemere delen daarbij. Ik zit helemaal niet te wachten op een soort hippe restaurant te maken. Verre van, omdat ik denk dat we genoeg hippe plekken hebben. Ik wil gewoon veel meer terugkeren tot een soort basis en veel meer uitkleden en veel meer dat we dingen veel dichterbij moeten zoeken dan ver weg. En daarin ook eigenlijk dat we veel meer naar onszelf moeten kijken. En dat daarin ook de innerlijke mens, natuurlijk als je naar een restaurant gaat is het innerlijke mens, maar daarin kun je ook wel iets, als dingen nu al over eerlijkheid gaan, dacht ik wil deze plek ook een soort eerlijk verhaal hebben en daarmee ook innerlijke mens. En daarbij hebben we aan zo'n 20 kunstenaars en dan nog 3 architecten hebben we voor verschillende ruimtes in het pand hebben we eigenlijk de sleutels gegeven. We hebben hun gevraagd van, zorg dat jouw verhaal hier tot leven komt. Weliswaar nog een beetje rekening houden dat de ruimtes gewoon wel operationeel ook gewoon inzetbaar kunnen zijn. Ja, mijn naam is Erik Kessels. Ik ben ontwerper en kunstenaar uit Amsterdam. En dit is eigenlijk een hele mooie toren van buiten ook. Er zitten 2 hele grote klokken op. Ze noemen het ook de klokkentoren en eigenlijk heb ik dat vrij letterlijk genomen door aan de binnenkant ook een aantal klokken op te hangen. Ongeveer in totaal iets van 2800. Ja, dus het is eigenlijk een soort tijdscapsule waar je dan in terechtkomt. En als je dan zeg maar de ruimte voor 4 uur huurt, aan het einde van die 4 uur, dan gaat eigenlijk alles tegelijkertijd af. Als je er genoeg van hebt, dan stop je hem. Huh? Daarnaast verder eigenlijk het hele drank- en eten gedeelte is rondom het lokale gebaseerd. Onze chef Dave Wijnsteen, die kookt met heel veel lokale ingrediënten, bijvoorbeeld beemsterkoeien. We maken ook weer kleine visbanketjes, ook weer met bijvoorbeeld al het moois wat uit de Noordzee komt. Maar we vertalen dit ook naar de dranken bijvoorbeeld toe. Dus met onze wijnkaart hebben we een grote nadruk op de Nederlandse wijnen. We zijn gewoon heel trots eigenlijk wat hier allemaal uit Nederland komt. We hebben ook nog wel een paar wijnen die uit de oude wereld komen. Maar je zal ons niet zo snel zien dat we de wijnen vanuit verder, bijvoorbeeld uit Amerika of uit Nieuw-Zeeland of Australië vandaan hebben.